Jullie kwamen in de Kamer nadat de leider, Pim Fortuyn, je kende hem goed, natuurlijk was vermoord. En dat brengt ons terug in de tijd. Namelijk terug naar 2002. Want dat was het jaar dat Volkert van der Graaf zijn pistool leegschoot. Nou, niet helemaal leegschoot, maar in ieder geval wel op Pim Fortuyn richtte. Jij hebt, Sinan, een serie gemaakt. Gisteren, eergisteren is het laatste deel uitgezonden over deze moord op Pim Fortuyn. De serie gaat over meerdere politieke moorden. En waarbij jij de hele spoor van het wapen dat is gebruikt hebt teruggevoerd. Volgt naar de bron waar het wapen vandaan kwam. Voordat we daarover gaan praten, want je hebt ook nog allemaal nieuwe dingen tevoorschijn gehaald uit de geschiedenis van dat wapen. Even terug naar dat moment toen het gebeurde. Ja, er wordt mediapark, ambulance, politie, snel. Wat snel, Radio 3FM, meneer Fortuyn wordt hier neergeschoten. Snel, mediapark. Ja, wat zegt u, wie wordt er neergeschoten? Meneer Fortuyn, hier, snel, kom op. Ja. Mediapark. Wij komen die kant op. Oké, snel. Ik hoop gewoon dat die partij van hun zegt, we gaan gewoon door. Wij gaan gewoon ter nagedachtenis aan hem. Gewoon doorgaan moeten ze. Ja, hoe kijken jullie hiernaar eigenlijk? Ja, heel droevig natuurlijk. Ja. Ik denk dat iedereen wel weet waar die was op het moment dat gebeurde. Ja, ja een heel bijzondere man. En die stond op het punt buitengewoon succesvol te worden. Wie weet was hij premier geworden als de partij het had gered. Ja. En ja, je kunt ervan houden of niet van houden, maar het was een bijzonder politiek. Nou, en dat hij veel meer gelijk heeft gekregen, dat vind ik mooi, dan die toen natuurlijk hebben toen nogal beschimpt enzovoort. Nou, ik denk dat het erger niet geworden is bijna dan was het toen meemaakte. En daarna zijn er veel mensen die hebben gezegd, nou, die analyse klopt eigenlijk toch wel best wel van. Volkert van der G is de man die is veroordeeld voor de moord. Jij hebt het wapen. Dat bestaat nog. En dat is in eigendom, of in ieder geval in het bezit nu van het Rijksmuseum. Dat heb je in je handen gehad. En je hebt het hele spoor teruggevolgd. En daar ben je ook nog op een, toch, ik wist het niet, op nog een ander spoor op dat wapen gestuurd. Ja, dat zat op het wapen zit in het depot van het Rijksmuseum. Zij kijken natuurlijk wanneer het momentum daar is om dat tentoon te stellen in het museum. Het is een bijzonder wapen, namelijk een politieke moord eigenlijk naar Willem van Oranje en de gebroeders de Wit eigenlijk, kun je zeggen, de derde politieke moord. Ja. Dus dat momentum moet komen. Ik denk dat het nu te vroeg is, zeg maar, om hem in het museum te leggen. Op het wapen zat nog een ander DNA-spoor. En we weten eigenlijk nog steeds niet van wie dat is. Nee. Dus daar is onderzoek naar gedaan. Het DNA-monster is bewaard. Het bestaat nog. Het zit in de kluis ergens bij het NFI. Sterker nog, het is vrij recent opgewerkt. Maar bedoel je dat er op een tweede persoon mee geschoten is? Of dat nee, een tweede persoon heeft dat wapen vastgehouden. En daar zat dus weefsel op van de persoon. Alleen we weten na 22 jaar nog steeds niet van wie dat weefsel was. Het is opgewerkt, nog niet zo lang geleden. Daar is niks uitgekomen. Dat was wel de Nederlandse DNA-databank. Ja. En het zou natuurlijk wel goed zijn om hem nog eens door de internationale te trekken, om te kijken wie die persoon was. De internationale DNA-bank. Dat is ook wat Simon Fortuyn, de enige nog levende broer van Pim, graag wil. Ja. Vertelde die in jouw uitzending. Als het aan Simon Fortuyn, de broer van Pim, ligt, zou het DNA-spoor alsnog door een internationale databank moeten worden gehaald. We zijn 22 jaar later. We hebben een enorme databank ontwikkeld. De techniek is zoveel beter geworden. Je ziet het met cold cases ook gebeuren. En zie het maar als een cold case. Dus doen we een onderzoek naar die sporen met de techniek van nu en met de kennis van nu en de databank van nu. Ook om de geschiedenis, hè? Want gaat hier wel om geschiedenis. Hè? Het is hier, laat ik zeggen, niet zomaar een moord op de hoek van de straat. Natuurlijk, elke moord is er één te veel. Maar dit is gewoon een politieke moord. Al dus. Maar waarom gebeurt dat gewoon niet?
Nou, dat, nou, de minister van Justitie kan toch zo zorgen dat dit gebeurt? Ja, ik denk dat we daar. Ik geloof dat er al vragen over gesteld zijn. Maar ik zou dat wel willen uitgelopen zien. Ja. Want dat is inderdaad dan een internationale databank. Alleen wat doe je er vervolgens mee? Hè? Want je komt dan achter iemand, dan is er iemand met een vingerafdruk. Wat betekent dat? Dat is al lang verjaard. Als iemand daarvoor überhaupt wordt aangesproken. En de tweede, als het gaat om illegaal wapenbezit of wapenhandel. Dan is juridisch juist verjaard. Ja. Ja. En dan is de vraag. Wist hij aan wie hij dat wapen gaf, dat daar de moord op Fortuyn? Was hij daar medeplichtig in? Dat is natuurlijk dan en daar kom je volgens mij nooit meer achter. Nee. Maar ik snap dat de familie alles wil weten. Ja, precies. Nee, historisch. Het mag geen losse eindjes zijn. Zou u het ook willen weten? Zou u graag willen dat David van Wil dan het Openbaar Ministerie de opdracht geeft om dat toch maar eens te leggen naast die gegevens? De vraag is, waarom zou je het niet willen weten? Als er zo'n evidente spoor is, als de familie daar behoefte aan heeft, dan is het toch niets wat zich daar tegen verzet. Dus doen gewoon. Vindt u dat ook? Ja. Het is vooral aan jou. Nou, aan mij, maar ik denk dat we... Jouw collega in het kabinet. Uiteindelijk is het aan de minister om daar een verzoek voor te doen, denk ik. Maar goed idee, vindt iedereen aan tafel. Dit is wel het moment dat Nederland echt zijn onschuld verloor. Ja. Tot op dat moment fietste de premier. Nou ja, Rutte is het later ook weer met het appeltje gaan doen. Maar fietste naar het torentje. Premier, ministers, Kamerleden waren heel erg benaderbaar. Liepen ook tussen mensen. Het is allemaal veranderd. U kunt erover meepraten. Uw politiek leider kan er natuurlijk als geen ander over meepraten, Geert Wilders. Als je dan kijkt naar die wapens en waar ze vandaan komen. Hoe gevaarlijk is die internationale wapenhandel in relatie tot politiek geworden? Nou, heel gevaarlijk. Ik bedoel, er zijn 900 miljoen wapens in de omloop in de wereld. Hè, op 7, 8 miljard mensen. En wij hebben natuurlijk in de serie De Wapenroute niet alleen naar het wapen gekeken waar Pim Fortuyn mee is vermoord, maar ook het wapen waar Theo van Gogh en Peter R. de Vries mee is vermoord. En als je dan ziet, als we dan even naar dat wapen van Theo van Gogh kijken, waar hij acht keer is neergeschoten met een Kroatisch wapen. In die wapenpartij, die container die dus in Rotterdam lag, daar zijn dus nog twee Spaanse politici mee vermoord uit diezelfde partij. Juist. Er is een Russische parlementslid vermoord. Er is een politiecommandant in Londen vermoord. En allemaal uit één partij, waar ook dus het wapen van waar Theo van Gogh mee is neergeschoten uit voortkomt. Dus het is heel gevaarlijk. We produceren nog steeds wapens. En natuurlijk, Sven, wat een probleem is natuurlijk conflicten. Heel veel wapens die hier in West-Europa in liquidaties worden gebruikt, komen uit de Joegoslavië-oorlog. Nog steeds. Die wapens zijn niet op van toen. Van toen. En we hebben nu een nieuwe oorlog. Die oorlog die bevindt zich aan de oostflank van het Europese continent, zal ik maar zeggen. Ja. In Oekraïne natuurlijk. Ook daar wordt in die aflevering van jou, nog terug te zien, dames en heren, via NPO Start, wordt voor gewaarschuwd. When there is a lot of weapons in a country, there is always shady people. So there has to be a big black market for weapons here. Sí, sí, sí ha habido robos. En mi batallón no, pero en otra unidad que estuve sí. Sí que han habido. Han desaparecido armas. Yo tengo compañeros que han entregado el arma un jueves y cuando han ido el lunes a por ella, el arma no estaba. ¿Dónde está ese arma? Yo lo desconozco. En la furgoneta georgiana lo que yo sí vi, que se cargaron Javelin. Y se cargaron exactamente 6 misiles. Será de noche, vino un furgón y vimos cómo las cargaban y se iban. Ja. Ja, het is echt serieus dit. Hè? Ik bedoel, 6 raketten, Javelin-raketten, die dus door Georgische criminelen wordt opgehaald en in een busje wordt gestopt. En ze rijden dus weg. Ja. Deze man heeft ook gezien dat een hele partij Barretta's verdwenen zijn. Dat zijn handvuurwapens. Handvuurwapens, Italiaanse handvuurwapens. En de eerste wapens sijpelen al nu richting het crimineel circuit in Europa. Wat is er tegen te doen? Nou ja, dat is de vraag. Wat er tegen te doen is dat wij als EU en NAVO zijnde een plan moeten hebben dat als straks die oorlog afgelopen is, dat we misschien een smelterij bouwen daar en alles erin gooien. Maar wij moeten natuurlijk waken voor het scenario van Joegoslavië, wat al eerder is gebeurd. Namelijk dat ze via een U-bocht weer terugkomen en in het criminele circuit terechtkomen. Ja.
Ja, ik vind dat wel een goede vraag aan het kabinet. Ja, we kunnen het aan jou zeggen. Maar serieus wel aan de minister van Defensie, of in ieder geval buitenland. Van wat is daar het plan zometeen? En zijn die wapens nog te traceren dan? Absoluut. Nou ja, wat doen we ermee als de oorlog voorbij is? Wat doet Oekraïne daarmee? Wat zijn de gevaren ervan? Want kijk, wij houden ons heel... 9 miljoen wapens in de omloop in Oekraïne. Ja, ja. Ja, ja, die komen dus terecht in de georganiseerde criminaliteit. Maar dus, blijkt uit jouw serie, ook in handen van mensen die het niet zo nauw nemen met de democratische beginselen en politici naar het leven staan. Als gezegd, nog steeds terug te kijken via NPO Start.